En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. Bezuinigt u? Niet echt. Wie niet, denk ik tegenwoordig. Ik altijd. Bezuinigen? Ja. Ja. Ja, er zijn wel dingen waar ik op bezuinig. Bezuinigen? Nee, niet echt. Maar we letten wel op onze financiën. Nog niet. Ja, soms. Bezuinigen? Nee, niet anders dan eerder of zo. Nee, niet anders, nee. Bezuinigen? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk ook niet. Ja? Oh, hartstikke. Heel erg. Heel erg. Ja. Bezuinig ik? Ja, eigenlijk wel. Ik moest even denken, hoor. Ja. En waarop, als ik mag vragen? Nou, meer op de energie. Daar ben ik heel erg mee bezig. Dus minder douchen, de verwarming laag zetten, weet je wat, dat soort dingen. Ja, abonnementen en dergelijke. Of sportabonnementen, zulke dingen? Ja, voornamelijk televisie, Netflix, dat soort dingen. Alles wat mogelijk is, laat het zo zeggen. Ook meer bij een andere winkel, ik zal geen namen noemen. En dat scheelt. En dan ga je het uitproberen, is die koffie net zo lekker. En dan spaar je weer een euro. Ja, energie, heb ik wel heel goed over nagedacht. Nee, ik kijk wel wat er in de aanbieding is in de winkel, maar voor de rest... Ja, we gaan naar de markt. Boodschappen. De lamp uit en de verwarming lager. Uitkijken met het water of alles. Ja. De boodschappen. Probeer wel een beetje op te letten waar ik mijn boodschappen doe. Koopt u nu dingen niet vanwege de hoge prijzen? Maar even denken, koop je dingen van. Nee, als ik het nodig heb, dan koop ik het. Ja, als ik het nodig heb, dan koop ik het toch wel, ja. Nee, we zijn met z'n tweetjes. Dus nee. Kijk, een gezin met kinderen, dat begrijp ik, maar wij zijn samen dus nu. Ik denk dat je eerder zeg, misschien bij het boodschappen doen gaat letten op de merken. Dus misschien niet meer de aanmerken, maar toch huismerken gaat pakken. Dat doe ik nu al wel iets vaker, maar misschien nog iets meer. Ja, ik vind vis heel erg duur geworden, al koop ik dat wel, maar veel minder. Nou, niet bewust, nee. Nee, dat niet, maar ik let wel op waar dan aanbiedingen zijn of waar ik ze koop. Nee, dat niet. Als ik het echt nodig heb, dan koop ik het. Op de markt vis bijvoorbeeld. Dat deden we eerst wel wat vaker, nu wat minder. Als ik nodig heb, dat koop ik. Ja. Maar bedoel ik extra luxe. Extra luxe dingen kijk je drie keer naar. Ja. Ja. En de prijzen blijven stijgen. Zijn er dingen die u toch wel echt blijft kopen, ook al ondanks worden ze duurder? Ja, dat ligt aan de noodzaak. Kijk, gisteren ging mijn afwasmachine kapot. Ja, dan moet ik toch een nieuwe hebben. Een stukje vis. Ja, ik maak bewuste keuzes en dan kunnen we iets anders laten. Maar ik denk dat we geluk hebben dat we het gewoon voor elkaar kunnen krijgen.